kunt u uw huis dementievriendelijk maken? Ergotherapeut Nienke geeft praktische tips. Het kan zijn dat mensen met dementie slechter gaan eten. Betrek ze bij het bereiden van een maaltijd en het dekken van de tafel. Zorg ervoor dat het gezellig is aan tafel en overbodige geluiden zoals bijvoorbeeld de afzuigkappen weg zijn. Gebruik bij voorkeur rood servies. Dat trekt de aandacht waardoor mensen met dementie beter kunnen eten. Buiten zijn is voor iedereen fijn, dus ook voor mensen met dementie. Zorg er in de tuin voor dat er het hele jaar door iets te beleven is. Bijvoorbeeld door bloeiers, een kruidendeel in de tuin of fruitbomen. Zodat er ook vogels of vlinders en insecten op af kunnen komen. Zodat je iets kan zien. Het kan zijn dat mensen met dementie 's nachts onrustig zijn. Bijvoorbeeld omdat ze naar het toilet moeten. Zorg er dan voor dat de route naar het toilet goed verlicht is, zodat vallen wordt voorkomen. Het kan zijn dat mensen met dementie verdwalen. Om er dan toch voor te zorgen dat mensen de weg terug kunnen vinden, zijn er allerlei elektronische oplossingen. Maar je kan er ook voor kiezen om naam en adresgegevens en telefoonnummer op een papiertje te schrijven en dat in een jaszak te stoppen, zodat andere mensen die persoon weer thuis kunnen brengen. Voor meer tips, kijk op de website langzultuwonen.nl.